Beste welkom, daar zijn we weer. Het is een donderdagavond en mijn stem is een beetje naar de kloten. Maar, desalniettemin gaan we vandaag een video opnemen. En we gaan het even hebben over een paar dingen, want het is natuurlijk weer Falikant misgegaan op alle fronten. Voordat we daar verder op induiken, abonneer, zou fantastisch zijn, bijna 80.000 abonnees. Doe dat vooral, fucking lachen. En mochten we de 80.000 abonnees halen aan het einde van het jaar, in de december, ga ik een paar van de kutfluencer bordspellen verdelen onder de abonnees. Dus zorg dat je abonneert, want de kutfluencer bordspellen zijn dus ook bijna uitverkocht. Wil je nog eentje hebben voor de kerst, voor je vrienden, voor je familie. Ik zou hem hier aan je ouders geven. Dan gaat het vrij snel mis. Maar dan kan je naar www.frakslotter.nl. Zie je hier mooi. En hier even een beeld van de website. En Milo's voorhoofd. En heel veel andere kaartjes. Het is lachen, het is leuk, het is hilarisch. Dus dat moet je doen. Het is een gemiste kans als je het niet doet. Je hebt het gemist. Doe het nu. Gaan we even door. We hebben WK voetbal 2022. Nou, we zien dus de finale. Argentinië tegen Frankrijk. De derde, vierde plaats wordt natuurlijk ook gespeeld in de Mia Khalifa stadion. Kroatië tegen Marokko. Mooie wedstrijd, om heel eerlijk te zijn. Die was Argentinië tegen Frankrijk dan. Wij hebben dus twee Griezmanns. En die hebben we dus gekocht voor 1.04. Die is nu 1.5. Die was gisteravond zelfs even 1.9. Had ik hem eigenlijk even moeten verkopen. Maar op een of andere manier hebben we dat niet gedaan. Geen idee waarom. Omdat ik denk dat deze nog wel 2 miljoen kan worden. Want als hij nog die plus 3 uiteindelijk aan het einde krijgt, dat zou wel lijp zijn. Hey, Toni Kroos, die hebben we gepakt. En ik stel even te kijken van hoe duur zijn de Toni Kroosjes van deze wereld. Maar die zijn eigenlijk echt heel erg goedkoop. Die gozer is gewoon 28k. Dus dat betekent, ik ga even met het geld wat ik heb, ga ik even Toni Kroos kopen. Alleen maar Toni Kroos. En dan even kijken wat daar uiteindelijk van terecht komt. Dit is zo irritant. EA, fix dit. Je moet dan elke keer je los Kroos invoeren. Allemaal van mij. Hoppa. Allemaal verkocht voor 28k. Gaat vast wel een keer stijgen. Dus, ons team op dit moment. Ik ben er dus heilig van overtuigd dat ik gun Messi heel erg. Ondanks dat er natuurlijk wel wat akkefietjes zijn gebeurd tijdens de wedstrijd die we hebben gehad, lieve mensen. En die geulige Messi met zijn pleuriskop. We hebben gewoon een leuk teampje. Eusebio, Gakpo, Berghuis ook erbij. Ja, jammer dat hij niet nog een upgrade had gehad. Dat was helemaal een dodelijke kaart geweest. In ieder geval, Depay helaas niet wat het moet zijn. Betekent wel dat we dus op de bank dus die Griezmann. En we hebben dus in de vorige video, hebben jullie dus gezien, hebben we deze haagje gepakt kunnen helemaal genieten. Teams mee, lieve mensen. We gaan even een hero packje even openen. En daarmee gaan we even de statistieken induiken. Wat trouwens wel leuk was, was dat die Beval, die had ik op 90 gekocht. En dacht ik nou, of 20 gekocht. Dacht nou, ik verkoop ze echt voor 90. Kijk wel even wat er gebeurt. Ja, dat is wat chill, want die vond ik dus opeens op het einde. Dus dat was wel van lekker dat we die alsnog konden verkopen. Ben, reageer op je DM. Het rijmt. Hij zit met de DM'en en hij is een beetje selectief aan het reageren. Dat vind ik heel irritant. Dus reageer even, Ben. Voor de rest gaan wij nu een FUT Hero Icon ding packen. Weet je, dat is gewoon niet normaal. Het is gewoon een ziek pakket. Het is fantastisch. Dat is hilarisch. Behalve deze, die is even niet zo goed. Mooi, alles L2. Fantastisch. Untradable, just the way I like it. We gaan even kijken bij players wat voor World Cup Heroes. En dan gaan we dus even naar Price. En dan zien we dat de beste zijn. Ja, Yaya Toure, Lucio, Marquisio, Robbie Keane, Jesus Christ. 5-star weakfoot, ook wel lekker hoor. Robbie Keane met Ochoa, ook wel lekker. Vuller lijkt me heel vet om te hebben. De spits zou ons sowieso wel goed doen. Eigenlijk zitten er wel heel veel goede bij. Eigenlijk heb je gewoon een dikke L als je een beetje in deze regio terecht. Jesus Christ, Peter Crouch. Dat zou ik echt hilarisch vinden. Geen Franse vlag dus. Dat is gewoon kut. Geen Australische vlag. Ja, je kan best wel voor kant op. Dit kan niet misgaan. Ik druk nu even kruis en ik weet niet wat ik zie. Geen Engelse, geen Frans. Oh, oké. Jesus Christ. 322k. 4-star. Weer een L. Godverdomme. Als je nou een fucking kuit krijgt eruit, dan vond ik het ook nog een beetje leuk. Jesus Christ. Het is helemaal kut. Ja, dit is gewoon niet wat we willen. Dit is gewoon totaal niet wat we willen. Maar we gaan wel een basis gooien. LW bij Gakpo, ik hoef hem helemaal niet. Hij moet wel mee gaan spelen. Ja, hij past niet. Oh my god. We moeten eruit voor Berghuis. Dat kan wel even doen. We hebben alleen maar Nederlanders. Behalve Eusebio. Hij moet gewoon echt CA. Hij kan dus geen spits. Ben je toch ook een down? Kun je wel CA spelen, maar geen spits. Hoe kan dat nou? Dan wordt het dit, denk ik. Er kan wel een CAM staan, hè, Kneus? Ja, CAM. Gakpo links. Berghuis daar. Berghuis CAM. Gakpo LM. Ja, dan kan onze vriend natuurlijk aan de rechterkant. David Klaassen, die kan natuurlijk daar totaal niet staan, maar die moet even Berghuis. En jij kan zeker dan geen RM spelen. RVA is de enige die je kan spelen. Wat een godverdomme teamsopstelling, lieve mensen. Godverdomme. Krijg toch de pers. En jij? Ook alleen maar RVA. Ik word er zo moe van.
Weet je wel, op deze manier hoeft het gewoon niet van mij. Weet je, het hoeft gewoon niet van mij. Wij gaan het gewoon over een andere broek gooien. Ik denk, en ik hoop, voor FIFA-wise, dat Frankrijk kampioen wordt. Maar ik hoop natuurlijk het geitje Messi natuurlijk kampioen te zien worden. Dat zou ik natuurlijk echt helemaal fantastisch vinden. Het is nog beter om gewoon erin te wisselen. Dus ik denk dat we dat gaan doen. We gaan dit gewoon doen. We gaan hem gewoon erin wisselen en doen even een potje. Gewoon, je zit natuurlijk bij jezelf te denken van, hey, wat voor voorspelling kunnen we dan verwachten van Frank over het aankomende WK? Want we weten gewoon alles wat hij voorspelt, doen we tegenovergesteld. Dan hebben we ook weer een keer een goed petje. Dat zou ook wel een keertje leuk zijn. Ik heb dus alleen maar Griezmanns gekocht. Was natuurlijk leuk om te vermelden. En die kan even hier in beeld geëdit worden. Die Gomez peet het World Cup. Die hebben we gekocht voor 410. Zoals de mensen natuurlijk weten. 410. Ka-ching. Daar had ik er 4 van volgens mij. Die zijn nu allemaal extinct voor 1,4 miljoen. Dus dat, dan merk je al bij jezelf. Dat is gewoon. Dat is gewoon heerlijk. Dat is. Oh, kijk eens. Davy. Oh, kijk eens. Oh. Nee, dat ging veel te traag. Oh, ik moet trouwens wel onze vriend even erin zetten, anders gaat het fout. Gaat hij als een Kiel? Hey, ik wil even weten wie die Kiel is. We gaan even wat informatie over die Kiel even. Kiel. Harry Kiel. Australisch. Geboren in 1978. Leeds United, Liverpool. Is verstandig van Australisch. Maakte zijn debuut op 30 maart van het jaar. In 2003 vertrok Kiel naar Liverpool. En won ermee in 2005 de Champions League. Maar Kiel die speelde toch helemaal niet? Die had natuurlijk die andere gekken voor zich. Zo, toen hij. Jezus. Toen hij zijn debuut maakte voor Nationaal Elftal was hij 17. Dat is gewoon de aanstaande leeftijd van de vriendin van Gio. What the fuck, ouwe. Daar is onze vriend aan de bovenkant. Check in. Die gaat hem erin koppen. Let je op. God, wat ziek verdedigd. Hoe kan dat? Gaat hij? Op snelheid. Dan is hij weg, hè? Dan weet je. Dan is hij weg. Is hij rechts of links? Jezus. Is hij rechts? Hij is links. Godver. Gaat hij, hoor. Check voor. Ja, maar deze mag niet scoren natuurlijk. Het is alleen de CBO. Godverdomme. Mensen, waarom zijn we zo slecht? Ik heb geen idee. Ik merk wel soms dat we in de periode tussen... We hebben ook een paar Weekend League potjes gespeeld. Bijna afgemaakt. Nou, dat was weer bijna een record natuurlijk. Normaal gesproken begin je in de Weekend League. Denk je, nou, dat gaat wel goed. En dan word je weer natuurlijk compleet agressief. Dat is natuurlijk altijd wat er gebeurt. Je wilt niet dat je weer... Dan heb je weekend. Dan heb je een drukke week gehad. En dan ga je weer vol agressie gaan het weekend in. Weet je wat je dan wilt? Dan wil je gewoon zo'n kut van een bordspel spelen. Dan wil je zelf helemaal de teams in zuipen. Dan kom je 1-0 achter. Dan kom je dus 1-0 achter. In de fucking 50ste minuut. Is één potje dat ik gewoon wil spelen. Ik wil gewoon even laten zien. Nou, hey, weet je, wordt Mbappé worden ze kampioen. Wordt Frankrijk, wordt Argentinië. Wordt gewoon een leuke wedstrijd. Ik ga zuipen. Ik ga kijken. En dan krijgen we gewoon dit gezeik. Weet je, er zit gewoon niemand op te wachten. Ik wil gewoon even scoren met die keyball. Maar waar de fuck is die keyball gebleven? Oh, daar gaat hij, de keyball. Die is gek, hè? Die is gek. Hij is links. Let op. Hij is links. Mensen, we gaan geen risico meer nemen. Ik wil gewoon winnen. Ik ga niet verliezen van deze pauperkneus. Deze goze kneus, goze loser. Kijk, daar gaat hij. Eusebio, die gaat gewoon even sprinten. Die geeft hem aan Kiewel. Die doet hem zijn borst aannemen. Die verneukt het. Mensen, Kiewel is ook niet de moeite waard. Dat die fucking Rudy fucking Vuller. Het is buitenspel. Hoe kan hij deze bal missen? Dat is knap. 2-0 achter. Jesus Christ. Meen je niet? Jesus Christ. Jesus Christ. Heeft hij zo'n kans en dan mist hij maar nog een ongelofelijke kneus. En deze gaat dan ook weer over. Oh mijn god, kan nog. Haha. Dit is een gelijkspel. Ik wil niet verliezen. Gaat hij weer natuurlijk alleen maar balbezit spelen. En dan legt hij hem weer dood in zijn tackle. Dat is toch ongekend. Hij legt hem gewoon dood in zijn tackle. Ik word hier zo ongelooflijk lijp van. Mensen, wat een... Helaas, het is niet wat we van gehoopt hadden. We hebben verloren. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie bij de volgende video. Ciao, later, hoi.